Mijn naam is Pieter Winter, eigenaar van AgroGiethoorn. Wij telen jaarlijks ongeveer 300 hectare aardappels. De helft chipsaardappelen voor Lees en de andere helft frietaardappelen voor Lemwesten en nog een klein beetje voor McCain. We staan hier in het perceel chipsaardappelen van het ras Broek voor Lees. Ik denk dat we deze aardappelen ongeveer 20 april hebben geplant. Omstandigheden waren goed. Het gewas heeft eigenlijk het hele jaar goed gedaan. We telen jaarlijks ongeveer 300 hectare aardappelen. Deels voor de chips, deels voor de frietindustrie. En eigenlijk is het qua waterschade of qua wateroverlast hebben we hier ook weinig problemen gehad. De ziektedrup, dat was ons grootste probleem. Om dat in de hand te houden. Maar ik denk dat het uiteindelijk goed gelukt is. Ik denk dat wij dit jaar een hele hoge ziektedruk hebben gehad. Doordat de temperatuur veelal rond de 22 graden zat. Hoge luchtvochtigheid. We hebben eigenlijk weinig dagen gehad dat je richting de 30 of ruim boven de 30 graden hebt. Waardoor de schimmel gedood werd. Dus de druk die bleef gewoon constant hoog. Ja, en voor de burgers die misschien toevallig ook kijken naar dit filmpje. En voor degene die een tuintje had, daar kon je ook heel duidelijk zien dat in de bloemen ook veel meer schimmels waren. Dus het is gewoon de natuur die heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar veel meer schimmels zijn dan normaal. Ja, we hebben dit jaar toch wat meer last van holle aardappelen. Niet in alle rassen, ook niet alle percelen. Het heeft ook met grondsoort te maken. Maar ik denk toch dat de groeiomstandigheden en wellicht een groeiexplosie ervoor gezorgd heeft dat er aardappels in bepaalde rassen hol zijn geworden. Ja. Een holle aardappel, ja, dat betekent, zie, dit is een chipsaardappel en als je dan een schijfje hebt, dan zie je dit holle, dat zie je in het schijfje. Dus in de zak zie je dit, dat zie je dat holle. En als je een friet hebt en je maakt je frietjes uit, ja, als jij als consument in de cafetaria bent, dan wil je lekkere lange frietjes hebben, dan wil je niet al die kleine korte stukjes hebben, want dan heb je de vingers ook altijd onder de mayonaise en de pindasaus. Maar nu krijg je van die korte stukjes, ja, en dat is niet wat je wilt eigenlijk als consument. Wij zijn op zich nog maar net begonnen met de oogst. Ik denk dat we nou de eerste 40 hectare pas geoogst hebben. Dus, en we gaan eigenlijk nu elke dag gaan we door tot 15 november om de aardappels af te leveren. Een deel gaat af land direct naar de fabriek en een groot deel gaat straks de schuur in. Dus we zijn eigenlijk pas net begonnen. Ik denk dat wij qua werkdruk gedurende het hele jaar eigenlijk geen overdreven druk jaar gehad. En we zijn eigenlijk het hele jaar in controle geweest. Dat lukt ons niet altijd, maar dit jaar is het goed gelukt en daar ben ik heel blij om. Maar ja, uiteindelijk de oogst is nog maar net begonnen, dus ik kan er nog niet alles van zeggen, uiteraard.